het huwelijk gezien als een veroordeling tot een eindeloos delen van het geluk. Daarvoor moet je zijn bij Allard Blom en Paul van Eewijk. Hein Gerrits en Vanessa Timmermans spelen Er Was Eens, een wrang zomersprookje. Er was eens geluk, er was eens een reden, er was eens het gevoel dat alles schoon. Een hele diverse, onderhoudende, spannende voorstelling. Je moet wel meewerken als publiek, je moet wel heel erg bij de les blijven om alle schakelingen te maken en misschien je eigen verhaal ervan te maken. Dat is wel heel leuk in deze voorstelling. Een notitieblok is geen overbodige luxe. Ah, daar gaat het wel heel ver. Maar je moet wel denken en je moet zelf een paar cruciale schakels maken. Het is lichtvoetig, we kunnen lachen, maar het heeft ongelooflijk wrange momenten. Ja, daar ga ik niks over zeggen. Nee, dat vind ik het gaaf van dit stuk. Het is best wel een gek ding. De eerste 20 minuten zit je toch wel zo van, waar gaat dit naartoe? Zoals ik het beleef is het gewoon een... Heb je in het begin geen idee waar het naartoe gaat. En uiteindelijk ja, maak je denk ik daar ook je eigen beeld van. Het is heel luchtig, haha, maar uiteindelijk is het toch wel een voorstelling met een boodschap en een heldere keuze. Ik zal denk ik iets anders zien dan jij misschien. En, maar ik denk dat het overal is het gewoon toch wel een beetje tragisch. Heel tragisch. Ja. Het is geen avondje zomeramusement. Nee. Er zit wel weer een hele dikke laag onder. Ja. Er was eens het moment dat dat voorbij was. Er was eens het moment van dingen lopen, hoe ze lopen. De dromen die je had, verwoord als glas. Het huwelijk verwoord in jouw visie tot een Groundhog Day. Een eeuwig herhalen. Is dat een raad je ons af het huwelijk in te gaan? Nee, zeker niet. Nee, wat ik wilde maken is eigenlijk een voorstelling over hele gewone mensen in een wat uitzonderlijke situatie. En daarvoor is hun huwelijk een aanknopingspunt. Doe maar. En heb jij zingend en dansend ook even de afwas gedaan? Of boodschappen of werk gezocht? Nee, liefste. Ik ben koninklijk. Oh, daar gaan we weer hoor. Ik vind het sowieso heel spannend. Een stroeflopend huwelijk is altijd een spannend onderwerp, ja. Vind ik. Het zijn mensen die tot één ruimte veroordeeld zijn. En daar het beste van moeten zien te maken. En dat vind ik wel spannend. Daar hou ik wel van. Ik ben en blijf een prinses. Ja, daar eten we alleen niet van. Van koninklijke bloeden. Leg jij het even uit aan de energiemaatschappij. Waarom zouden jullie dat willen? Een publiek op het verkeerde been steeds brengen? Ik denk echt dat deze voorstelling gewoon anders is dan anders. Het is echt volgens mij iets wat nog zelden op musicalgebied zo gemaakt is. Ik ben heel blij met wat ik te doen heb. Ik mag zoveel schakelen. Ik mag zoveel kanten van mezelf laten zien. Qua zingen, qua spelen. Dat is sowieso al echt heel gaaf. En ja, ik denk dat we gewoon echt weer 3 stappen hoger zijn dan 2 jaar geleden. Maar goed, dat moet nog maar even afwachten wat de mensen ervan gaan vinden. Krijg ik kippenvel en kakeldonger en dan een ei. Als ik hem zie, dan rolt er enkel dom gehinnik uit mijn mond. En word ik plots een hele kinderboerderij. Het risico is wel dat misschien heel veel mensen in die verwarring blijven en zich afvragen, wat heb ik hier nou aan? Nou, dat is precies wat Allard wilde. Allard wilde een stuk maken dat mensen na de voorstelling erover gaan praten. Van ik vind dat, ik denk dat het zo is, ik denk dat dat zo is. En dat is precies gelukt. En dat vind ik eigenlijk wel heel knap. Meestal werk je wel het dingetje rond. En je kunt het afronden, maar je kunt het op verschillende manieren afronden. En dat vind ik heel tof. Het klopt uiteindelijk allemaal. Is het niet fijner om mensen gewoon lekker ouderwets aan het huilen of aan het lachen te brengen? Ja, maar dat gebeurt toch al zo vaak? Ja. En nu is het gewoon even een weirde twist. Ja, ik hou daar toch wel heel erg van. Is de crowdpleaser Hein verdwenen? Ja. Ja. Ja? Ja, nee, absoluut. Nee, ja, ik bedoel, crowdpleaser. Je wordt ook een dagje ouder en je komt op een gegeven moment ook van wat wil ik nou echt doen, weet je wel. En ik wil dit soort dingen doen, omdat ik hier heel veel plezier uit haal. En ik denk ook dat dit voor mensen een hele leuke, gekke avond uit is. En het is gewoon anders dan anders en I love it. Ik maak mijn lippen extra nat en doe ze net dat kleine beetje van elkaar. De schoorsteen moet roken. Ja. Is er een markt voor een Hein die dit soort quirky things wil doen? Nee. Ik bedoel, ik kan er heel eerlijk over zijn. Antwerpen is teruggetrokken omdat het gewoon niet goed genoeg liep in de kaartverkoop. Dat is heel erg zonde, want je moet natuurlijk gaan voorkomen dat je moet bijbetalen. Maar ja, dat betekent wel dat die hele begroting ook weer op de schop moest. Dus het is spannend, maar het maakt me uiteindelijk geen hol uit. Ik wil dit gewoon doen omdat ik dit wil doen. En dus ja, dan maakt het me niet uit. Dit is mijn passie, dit is mijn vak en ik hoop in de toekomst vaker dit soort projecten te kunnen doen, want hier haal ik heel veel voor mezelf uit. Zij is de wind door de bomen, de bijen die zoemen het licht van de zon en maan. Jij bent waar steeds al mijn dromen, vol kleuren en kleuren vinden sindsdien overgaan. Dit wil je dus doen om jezelf een plezier te doen? Ja. Spelen wij het publiek dan nog een rol? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat... Weet je wat het is? Als je op het toneel staat, wil jij zelf iets laten zien aan het publiek. Dus het werkt twee kanten op. Je doet het voor jezelf, maar ook om mensen een leuke avond te bezorgen. Of na te laten denken over dingen of wat dan ook. En ik denk ook... Ja, daarom vind ik deze voorstelling zo fantastisch. Het gaat net een stapje verder dan... la 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 la, klaar. Oh, wat hebben we een heerlijke avond gehad. Ik bedoel, het is ook leuk dat je mensen op het verkeerde been kunt zetten. Of na kunt laten denken. Of ze het nou leuk vinden of niet. Het is denk ik wel een voorstelling met een boodschap. En ik heb het vermoeden dat het iedereen wel zal aanspreken. Hoop ik eigenlijk stiekem. Goedemiddag, meneer. Zeg je maar gewoon Vedel. Ach zo, Vedel. Agatha Voorthuizen van Kampen, woningbouw. Aangenaderd. Gaat u zitten. Men nemen Hein, men nemen Vanessa, men stoppen dat bij elkaar. Wat krijgt men dan? Nou, sowieso mensen die elkaar al 14 jaar kennen vanaf school. En dat is heel prettig. Dus het zijn mensen die een gedeeld verleden hebben, omdat ze bij elkaar op school hebben gezeten. En die kennen elkaar heel goed. Los van het feit dat technische dingen als dat stemmen mooi kleuren. Maar dat vind ik heel mooi. Sowieso vakmanschap. Natuurlijk, dat staat bovenaan. Die basis bij ons die is gewoon heel sterk. Wij kunnen echt lezen en schrijven met elkaar, dus dat is al echt heel fijn. Het is mijn beste vriend, dus ik kan daar eigenlijk niks lelijks over zeggen. En alleen maar... Dat willen we ook. Nee, gelukkig maar. Ik denk dat hij heel steady is. Hij is als performer heel steady, dus die is heel erg gefocust en heel erg perfectionistisch ook. Vanessa daarentegen is vaak veel emotioneler, maar kan er daarin ook soms overschieten. Dus het is heel fijn dat er iemand naast zit die altijd steady blijft, die er altijd vasthoudt. En dus die twee houden elkaar perfect in evenwicht. Dat is mooi om te zien. Kom maar kijken. Het is een leuke, afwisselende, spannende theateravond. Wil je een leuke avond die anders is dan anders? Niet echt een geijkte voorstelling zien? Kom kijken. Het is nieuw musicaltheater. Dat vind ik sowieso heel belangrijk. Het is klein musicaltheater waar in Nederland te weinig van is eigenlijk. Alles wat je verwacht gebeurt wel en gebeurt niet. Je wordt voortdurend op het verkeerde been gezet. Omdat het heel erg grappig is en omdat het je misschien wat inzicht verleent in je eigen situatie. Hein en Vanessa zijn in topvorm. Omdat Hein en Vanessa allemaal op te vreten zijn. Geniet van het vakmanschap, van de humor, van de muziek, van de professionaliteit en vooral van de, gewoon van ons.